Mijn naam is Dick Veerman. Voor Café Weltschmerz maak ik een serie over integriteit en relaties in de voedselketen. Dat hebben we steeds gedaan op basis van dat onderwerp relaties. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp gezondheid. Hoe moeten we daarmee omgaan in de keten? Vandaag is mijn gast Jaap Seidel. Jaap Seidel is hoogleraar Public Health aan de VU. Hij is adviseur voor hele grote overheden, zoals de World Health Organization, voor de Nederlandse overheid, op tal van gebieden. En van hem gaan we horen wat voedselbeleid is. Want daar horen we heel veel over in de kranten. Maar ja, wat is dat nou eigenlijk? Jaap, welkom in Weltschmerz, in ons prachtige zwarte decor. Je hebt het al vaak gezien en nu zit je er live. Ja. Je bent hoogleraar Public Health. En wat is dat nou eigenlijk? Hou jij je ook bezig met de stofjes, hè, van is margarine nou gezond of is boter gezond? Wat is Public Health? Want het is volgens mij iets anders. Ik denk heel weinig mensen weten wat dat is. Wat is dat nou? Nou, het is, in het Nederlands is dat volksgezondheid. Dat wil zeggen het welzijn en de gezondheid van het volk. En dat kan de mondiale wereldbevolking zijn, maar het kan ook de bewoners van een wijk zijn. En maar het gaat in feite om het collectief. De collectieve gezondheid, daar gaat het in feite om. Hoeveel mensen hebben problemen, hoeveel mensen hebben bepaalde risicofactoren. Hoe gedragen mensen zich in bevolkingsperspectief, in groepen. En hoe gaat een public health man daar nou mee om? En hoe gaat een vetzure professor als... Ja. Nou, in Nederland hebben we een aantal hele beroemde, maar Sander Kersten, Martijn Katan. Ja. Hoe gaan die anders om met gezondheid dan een public health deskundige? Nou, een stofjesman die kijkt eigenlijk naar een ziekte, bijvoorbeeld een hartinfarct. Die kijkt dan naar risicofactoren, bijvoorbeeld het cholesterolgehalte. En die kijkt dan naar welke vetzuren verhogen of verlagen nou dat cholesterol. En op basis daarvan gaan ze adviezen geven. Dan zeggen ze, mensen moeten niet te veel melk drinken, want er zit verzadigd vet in. Verhoogt het LDL-cholesterol en daarmee het risico op hart- en vaatziekten. Wat een volksgezondheid of een public health iemand doet, die kijkt naar hoe vaak komen hart- en vaatziekten nou eigenlijk voor? Neemt dat nou toe? Is dat in sommige bevolkingsgroepen meer? Wat zijn daarvan de oorzaken? En dan slaan we eigenlijk heel vaak die risicofactoren en dat soort zaken over. Maar gaat het veel meer over... Hangt dat samen met gedrag of met de omgeving waarin mensen wonen? Ik noem dat altijd naar stroomopwaartse factoren. Dus is het toevallig zo dat in achterstandswijken er meer hart- en vaatziekten voorkomen? Dan is er armoede, opleiding, de fysieke omgeving. Wat is er eigenlijk aan de hand? In plaats van die stofjes gaan dan hele andere dingen. Ja, in plaats van een stofje wat iets doet op een risicofactor in een mens, en dat doet dan iets op een hartinfarct bij iemand, kijken we eigenlijk veel meer naar de verspreiding van die ziekte. Dat deden ze vroeger bij infectieziekten ook. Je ziet dan de verspreiding van AIDS over de wereld bijvoorbeeld. En zo kun je ook naar de verspreiding van diabetes of overgewicht of kanker kijken. Door de tijd en je kijkt, nou, neemt dat toe. Waarom hebben ze er daar meer last van dan ergens anders? En niet zozeer wie heeft er dan last van. Maar welke groep? Maar hoeveel? Dus public health betekent, je kijkt naar groepen. Ja. In een context. Ja. En een stofjesman die kijkt naar een stofje in een individu. Ja. En dat is het grote verschil. Ja. Duidelijk. Ik denk dat mensen nou eindelijk eens weten wat dat verschil is. Dat is heel belangrijk. Ja. Maar je gaat dus op een heel andere zaken denken. He, dus in feite denkt een stofjes iemand die denkt... ik ga eens uitzoeken of dat bij een individu zo werkt. En dan ga je eventueel nog een trial doen met 30 mensen in twee groepen. En je geeft je verschillende voedingen. En dat vinden wij allemaal eigenlijk niet zo interessant. Wij kijken eigenlijk veel meer van als er een economische crisis is, neemt dan de verkoop van bepaalde producten toe. En heeft dat dan gevolgen voor bijvoorbeeld het gedrag van mensen en de consumptie. En eventueel ook het aantal mensen wat ziek wordt. Dus dat is een hele andere benadering. Ja. En met welke benadering win je nou eigenlijk de meeste gezondheid? De stofjesbenadering of juist die sociale context en sociale groepenbenadering? Nou, eigenlijk waarschijnlijk door een beetje naar allebei te kijken. Maar de grootste impact heb je eigenlijk wel met volksgezondheid. Onze zeg maar voorganger in dit veld, dat was Jeffrey Rose. Dat was een hoogleraar
epidemiologie maar ook aan een dokter in Engeland in de jaren 60. En die schreef Sick Individuals in Sick Populations. In feite zei die ook, die heeft ook de term bedacht, de preventieparadox. Het wordt misschien wel te technisch, maar dat wil eigenlijk zeggen dat als iedereen een heel klein beetje opschuift in gedrag en in risico of wat dan ook, dan heeft dat heel veel meer gevolgen voor de volksgezondheid dan wanneer je iedereen met een ziekte of met de risicofactoren individueel gaat opsporen en gaat behandelen. Dat laatste is heel ineffectief, kost heel veel geld, is heel erg moeilijk. Maar ja, als je die stroomopwaartse, zeg maar, ja, de factoren behandelt die het volk sturen in gedrag enzovoort. Als je daar wat in verandert, dan gaat de hele verdeling van de bevolking schuiven. En die Jeffrey Rose, wanneer was dat? Dat was in de jaren 60 en zo. Dat was in de jaren 60. En nou heb ik de indruk dat de onderzoeksbudgetten heel anders verdeeld zijn. Ja, dat er veel meer naar dat biomedische, dat stofjesonderzoek gaat, dan naar dit sociaal-contextuele onderzoek. Hoe is die verhouding ongeveer? Nou, ik denk dat in het voedingsonderzoek gaat bijna al het geld naar individueel en stofjesonderzoek. Voedingsmiddelenonderzoek eventueel nog, maar wel met individuen waar je iets manipuleert. Experimenteel onderzoek en veel epidemiologie, waar het ook eigenlijk gaat over wat iemand eet, voorspelt dat nou wat iemand voor ziekte krijgt later. Dus dat betekent dat daar waar de meeste winst te halen is, daar zit niet het onderzoeksgeld, dat zit in dat andere veld. Ja, want dat is eigenlijk een ander domein. Dus als ik zelf naar mijn onderzoek kijk, dan zie je eigenlijk dat de welvaartsziekten, dat zijn ziekten die zich concentreren in achterstandswijken. En achterstandswijken, dan gaat het over de ruimtelijke ordening, het gaat over onderwijs, het gaat over werkgelegenheid, het gaat over beschikbaarheid van voedsel, de prijzen van voedsel, al dat soort zaken. En dat zijn natuurlijk helemaal geen, dat doen dokters niet. Nee. En dat doen biomedici ook niet. En dat doen voedingswetenschappers over het algemeen ook niet. Maar de mensen die over ruimtelijke ordening gaan, die gaan niet over gezondheid. Dus daar zit een groot gat tussen, zeg maar, de maatschappij en de factoren die daar de bevolking voor een groot gedeelte beïnvloeden in hun gedrag en gezondheid. En het onderzoek wat er in feite gebeurt, wat vooral gaat eigenlijk over waarom heeft iemand nou meer kans op een aandoening en kan ik daar als dokter wat aan doen? Want dokters werken vanuit het perspectief van een spreekkamer. Iemand komt met een probleem en die moet ik behandelen. En ik moet weten of die een hoog risico heeft en ik geef hem wat en dan verlaag je dat risico van dat individu. Dus wij kijken eigenlijk veel meer, zou je niet... Die dokter moet de epidemie behandelen, zeg je eigenlijk? Nee, die behandelt de individuen in de epidemie. En die behandelt niet de epidemie zelf. Precies. En wie moet nou de epidemie behandelen? Dat zijn de mensen die zorgen. Kijk, als je nou bijvoorbeeld iets simpels kijkt naar als malaria. Malaria is in feite, natuurlijk wordt het overgebracht bij een mens, krijgt malaria dat hij gestoken wordt door een mug. En die mug is geïnfecteerd met een parasiet enzovoort. Maar wat zijn nou eigenlijk de factoren die maken dat er malaria is? Dat zijn moerassen. Omgeving. Ja. En als je die droog legt, dan is het... malaria was endemisch rondom Amsterdam. Toen drooglegger Fortuyn de polders heeft droog gemalen, toen was het ook afgelopen met de malaria in één keer. Eén maatregel. En dokters zijn daar al jaren mee bezig om al die patiënten op te sporen, om eventueel en te behandelen. Maar dus zo'n sociale benadering, want dat is wat public health is, is dus veel effectiever. En niettemin is er dus inderdaad ook weer een dokter die dat ook snapte kennelijk. Ja, ja. Al in de jaren 60. En toch gaat het grootste deel. Nee, er waren al dokters in de 19e eeuw die dat snapten. Die snapten het al. Oh ja. De hygiënisten heet dat. Dat is de beweging van artsen zoals het Samuel Sarfati in Amsterdam. Daar heb ik het misschien dan nog wel over dit uur. Maar die zagen dat al die ziektes en ellende en zo van mensen, dat was niet de schuld van die mensen zelf. Dat kwam doordat ze in een sloppenwijk woonden, waar geen riolering was, waar geen huisvuil op was, waar ze geen werk hadden, geen inkomen en dus ook geen geld voor voedsel. En dat daardoor die problemen ontstonden en dat je dat moest aanpakken. Dus en, als we nou al 100 jaar, nou interrupeer 150, ik jou, al 150 jaar. Dus al 150 jaar hebben we eigenlijk door dat je een sociologische omgevingsaanpak zou moeten loslaten op het onderwerp gezondheidsproblemen voorkomen, bestrijden. Ja. En niettemin stoppen we al het budget in individueel stofjesonderzoek. Hoe komt dat? Wat verklaart nou, wat mij dan fascineert is, waarom hebben we dat niet door? Hoe slagen we erin om 150 jaar lang kennelijk niet te leren dat je zo gezondheid moet aanpakken?
Nou, omdat we graag toch wel geloven in de maakbaarheid van de mens en dat hij zelf keuzes maakt en dat die keuzes allemaal rationeel zijn en uiteindelijk allemaal het goede doen voor de mens, zeg maar Immanuel Kant. Maar dat dat in werkelijkheid niet zo is. We denken ook dat we criminaliteit in Nederland kunnen bestrijden door individuen op te pakken en heel streng te straffen. Maar dat werkt eigenlijk niet. Je moet natuurlijk aan onderwijs werken enzovoort. En aan de betere kansen in de samenleving en dat soort zaken. Maar dat zijn onderwerpen die zijn nogal, zou ik maar zeggen, socialistisch. Als ik hier in Amerika over praat, dan zeggen ze, are you talking about socialist medicine? Zo noemen ze dat, socialist medicine. De staat gaat namelijk voor de mensen zorgen en die gaat hun omgeving verbeteren. En mensen hebben zelf niet meer wat in te brengen. Dus het woord betuttelen valt hier al heel snel in Nederland. En vadertje staat. Vadertje staat gaat de sociale verschillen verkleinen. En gaat de omgeving van arme mensen veranderen, zodat zij gezonder worden. Dat moeten die mensen zelf doen, vinden wel heel veel mensen. Het is eigenlijk een verschil tussen, zou ik maar zeggen, liberalisme en collectivisme. Ja, collectivisme, zou ik maar collectivisme zeggen. Collectivisme. Ja. Maar ik denk dat een liberaal als John Stuart Mill, en ik denk zelfs dat de aartsvader van de liberalen, Adam Smith, die zei eigenlijk al, mijn liberalisme geldt binnen een cirkel van 30 miles. Ja. En dat betekent niks anders dan, daar hebben mensen controle op elkaar. Ja. Ze controleren elkaar sociaal. Ja. En daarin gaan ze vanzelf hetzelfde doen. Dus eigenlijk is het ook al liberalistisch. Het ook wel. Ja, en ik weet dat Adam Smith was ook degene die al een suikertax voorstelde in 1776. En die zei, al die onzinnige dingen zoals tabak, rum en suiker, daar moet je gewoon belasten, want dat is niet nodig voor mensen en ze veroorzaken een heleboel schade. Dus die vond eigenlijk al dat de overheid moest ingrijpen. Maar kijk, het probleem is een beetje, John Stuart Mill die zegt, de autonomie van de mens is heilig. En daar mag niemand wat aan doen. Dat is eigenlijk zijn uitgangspunt, hè, on liberty. Tenzij, zeg maar, mensen in verdrukking raken door, doordat de vrijheid van anderen, moet je de zwakken beschermen. En het ligt er maar net aan hoe je nou John Stuart Mill interpreteert. Is het nou vooral de autonomie van de mens die voorop staat? Of is het eigenlijk toch de bescherming van de mensen die niet zo goed mee kunnen komen en die het slachtoffer zijn van de vrijheid van anderen? Geeft Mill niet eigenlijk een zorgplicht aan? Ja, dat doet hij wel. Maar dat doet het dan heel duidelijk bij zwakkeren. Dus kinderen, verslaafden, mensen die niet zelf in staat zijn om beslissingen te nemen enzovoort. Dus je moet hem lezen in de context van de industriële revolutie. Van toen. En nu leven we, om naar nu te gaan vanuit die theorieën. Ja. Want ik constateer, je zei net ook nog iets over Kant. En Kant is natuurlijk de grote verlichter. De vernuft der reden, Maar je zegt dus ook, eigenlijk is de verlichting nekt ons een beetje in het sociologische denken, wat ook al 150 jaar onder artsen en voedingsdeskundigen aanwezig is. Nou ja, plus het enorme toegenomen individualisme. Iedereen moet voor zichzelf zorgen. Dat idee, dat is natuurlijk in de Verenigde Staten ook al zo. En de wegen worden niet onderhouden en het elektriciteitsnetwerk, dat hangt er een beetje bij. Ja. Want dat is allemaal collectief en dat doen we niet. Dat moeten mensen maar zelf regelen. En dat idee dat mensen zelf hun dingen moeten regelen, dat is vanuit de Verenigde Staten. Ik noem dat altijd maar private wealth and public poverty. Dat is in feite die beweging. Wij hadden altijd in Europa public wealth and private poverty. Ja. En dat is in de Verenigde Staten omgedraaid. En wij willen dat ook heel graag. Wij willen eigenlijk dat mensen veel kunnen verdienen. Dat als ze hun eigen boontjes kunnen doppen, dat ze daarvoor beloond worden. En mensen die niet mee kunnen, dat is dan jammer. Dat die verschillen, die zijn er nou eenmaal. En die moeten dan allemaal groter worden. Want mensen zijn individueel verantwoordelijk voor hun eigen leven. En dat individualisme, dat nekt heel erg ook het denken aan collectivisme. Zijn wij niet met solidariteit en het zorgstelsel is al zo'n voorbeeld. Je kunt jezelf nu verzekeren voor een lage premie als je jong en gezond bent en hoog opgeleid en niet rookt enzovoort. Dan hoef je namelijk al die zorgkosten van al die arme mensen niet mee te gaan delen. Dus dat is een tijdbom onder onze zorg. Dat was natuurlijk in de Verenigde Staten ook echt totaal uit zijn lood geslagen, waarbij 300.000 mensen gewoon helemaal geen verzekering hadden. En Obama heeft er heel veel moeite iets aan proberen te doen. Dat lukt wel weer, maar het is maar zeer de vraag of daar iets van overblijft. Dus die drang dat mensen zelf hun boontjes moeten doppen, dat idee, dat is echt ook de nekslag voor het collectivistisch denken.
met elkaar denken. Hoeveel mensen, als je dat vertaalt naar nu, hè, dus John Stuart Mill beschermt mensen, arbeiders, kinderen die in een industriële productieomgeving komen. Ja. Vandaag zijn we allemaal heel rijk geworden, hebben een nieuw probleem. Ja. We worden allemaal zo dik. En inderdaad, als je de plaatjes ziet, ik heb wel eens de foto's op een rij gezet. Dat heb jij wel eens gezien van de jaren 50, 60, 70. Ja. En hoe ga je dan verder? Ik heb het ook van jou geleerd. Dat is dat prachtige boek wat laat zien hoe mensen eten. Maar we worden dikker. Ja. Nu zijn we allemaal rijk. We eten. Ja. We kunnen het allemaal kopen. Wat is, als je Mill naar vandaag vertaalt, wat is dan de groep die beschermd moet worden, die het meest beschermd moet worden volgens jou? Want dat heeft heel veel met voedsel te maken. We worden te dik, we hebben een epidemie. Nou ja, kijk, dat zijn de mensen die niet in staat zijn om die gezonde keuzes, zeg maar, die ze dan zouden willen maken, als ze dat al zouden willen, ook kunnen maken. Hoeveel zijn dat, hè? Ik wil dat er ook getallen bij horen. Dat is het overgrote merendeel van de bevolking. Zijn dat er 50%, 60%? 60%, zoiets, schat ik, ja. Dat is heel veel. Ja, ja. Kijk, waar het in feite om gaat, en die discussies die heb ik ook steeds als ik in de Verenigde Staten ben, die zeggen dan, ja, maar we hebben namelijk heel erg hard gestreden voor een aantal vrijheden. En die vrijheid is de vrijheid van keuze. Iedereen mag zelf kiezen. Ja. En dus de vrijheid van meningsuiting. Dat wil zeggen, iedereen mag alles aanprijzen wat hij maar wil, in de marketing of wat dan ook. En het is de vrijheid van ondernemen. Die vrijheden, daar zijn onze grootouders voor, gestorven. Door vuur gegaan, gestorven. Ja. En die geven we nooit op. Die staan centraal. En dat maakt dat als je zegt, de overheid moet eigenlijk toch wat doen aan die keuze, aan die ongebreidelde keuze van mensen en die vrijheid van ondernemen en die vrijheid van meningsuiting en marketing enzovoort, dan is dat in principe dus een aanslag op die vrijheden. En dat ligt dus politiek heel gevoelig. Dat zie je in David Cameron, die zegt dat ook altijd. Die zegt, als je arm bent, of verslaafd, of te dik, of wat dan ook, en ziek, dan heb je jezelf heb je zelf gedaan. Een domme dikker. Onze minister zegt eigenlijk ook van, iedereen besluit toch zelf wat hij in zijn mond stopt. Nou, dat is een misvatting. Hè? Mensen die eten wat er is, wat er beschikbaar is, wat betaalbaar is, wat gemakkelijk is, wat past in hun sociale, culturele, economische context en het fysieke aanbod. En dat is wat dat boek van Pieter Mensel laat zien. Die laat zien in de hele wereld. Dat is dat boek met die prachtige, foto's. Wat mensen eten. Nou, mensen eten wat er is. Wat beschikbaar, betaalbaar en voorradig is. En wat hun cultuur eventueel nog dicteert. Maar niet wat de voorlichting hun dicteert. Pieter Mensel heeft vorig jaar ook foto's gemaakt in Nederland. Drietal, want dat ontbrak er altijd aan. Toen zei iedereen, ja, dat zijn allemaal Amerikanen. Als ik dat liet zien en zo, die doen dat allemaal. Amerikanen zijn gek, dat is consumenten. Nederlanders zijn heel verstandig. Maar die foto's van die Nederlandse gezinnen zien er dus net zo uit. En toen bij Pieter Mensel vroegen van, hoe beschouw je nou de Nederlandse voedingscultuur, als je het daarover mag hebben? Toen zei hij, it's Albert Heijn eating. Weet je wel, dat had hij door. Het is gewoon supermarkt eten. Gewoon supermarkten bepalen wat wij eten. Het aanbod bepaalt de vraag. Ja. En dus mensen kiezen helemaal daar niet zo. We maken per dag 200 voedselbeslissingen. Dus vanaf we opstaan en op reis gaan naar het station en wel of niet wat eten en drinken. En nou ja, overal iets bij de koffie nemen enzovoort. En daarvan zijn 90 autonoom. 90%. 90% is autonoom. Automatisch niet bewust. Ja, je hebt het gewoon. Je krijgt wat ingeschonken, dat drink je dan op. Er wordt wat aangeboden, omdat het schaal gaat op. Zit een koekje bij, ik eet het op. Je eet het op. Er staat een schaal met dingen. Dat gaat ook op. Je gaat naar het station en daar worden allemaal snacks aangeboden. En je hebt nog honger en je haalt wat. En dat is allemaal niet echt bewust. Het idee dat iedereen een vrijheid van keuze heeft, Barry Schwartz, dat is een psycholoog, ooit ontdekt, dat heet de paradox of choice. Wat betekent, als je zoveel keuze hebt als wij hebben, dan heb je eigenlijk helemaal geen keuze meer. Waarom niet? Nou, ja, kijk, als je moet kiezen tussen 300 soorten jam, wat dat is in feite wat het geval is in een grote supermarkt, kun je niet meer kiezen. Je kunt geen rationele beslissingen meer nemen. Of je pakt hem niet meer. En je denkt, ik pak maar pindakaas, want daar is er maar één van. Of je gaat naar een andere winkel. Ja, maar goed, in ieder geval, die enorme hoeveelheid van keuze die we hebben, 30.000 voedingsproducten in een grote supermarkt, dat geeft een illusie van keuze, maar die is er helemaal niet.
En sterker nog, Barry Swartz laat zien dat mensen hoe meer als ze geen keuze hebben, zijn ze ongelukkig. Dan heb je geen keuze. En twee kunnen kiezen, wordt het iets beter. Bij drie wordt het nog iets beter. En op een bepaald moment is er een waarbij nog meer keuze eigenlijk leidt tot minder welbevinden. En meer stress en meer keuzestress en al dat soort gedoe. Dus wij zijn eigenlijk door die overvloed van keuzes eigenlijk alleen maar beperkter geworden in onze keuze en hebben er minder welvaart of welzijn door. En ongelukkiger ook als we stress. Dus nu zeg je, en dan naar dat voedselbeleid toe. Wat is er nou toch aan de hand? Voedselbeleid moeten we hebben, zegt iedereen. En dan denk ik altijd, waar zouden ze het over hebben? Voedselbeleid. Ik begrijp het hele woord niet. Dus dat willen we in deze uitzending voor de kijkers thuis ook echt leren. Wat is nou voedselbeleid? Want je zegt, even dit punt maken, even helemaal terugpakken. Het denken over onszelf, ons zelfbeeld als individuele, autonome, rationele wezens, dat klopt helemaal niet. Nee. We zijn gewoon een soort apen die in context leven nog altijd. En we hebben ons als mens heel erg hoog gesteld. Dat is helemaal fout. Moeten we helemaal zo niet doen. Nee. En daarom worden we zo dik. En we hebben een economie gemaakt waarin mensen veel geld kunnen verdienen. Ja. Maar dat maakt ons ziek. Ja. Is dat het beeld? Ja, dat is het beeld. En in feite gaat het dus over wat mensen eten is. Wat is er beschikbaar, waar komt het vandaan, hoe wordt het aangeboden en op welke plekken wordt het, al dat soort factoren. Dus die voedselomgeving, dat is in feite bij mij het uitgangspunt van voedselbeleid. En dat betekent, waarom kopen mensen al het eten bij de supermarkt? Dat is omdat ze geen tijd meer hebben, ze hebben geen kennis, geen vaardigheden, ze hebben allerlei economische beperkingen en culturele zaken. En dat bepaalt eigenlijk wat mensen eten. Niet weet ik dat ik vanuit de schijf van 5 moet eten en dat ik voorlichtingen heb gehad over roomboter is slechter dan margarine of zoiets. En dan ga ik nou. Mensen volgen routines. Volgen routines en die volgen ook hun gewoontes. Die zijn aangeleerd al vroeg in het leven. Meestal in de eerste levensjaren wordt al eigenlijk bepaald wat voor soort smaakvoorkeuren je hebt en welke dingen troostend zijn en wat goed past bij gezelligheid. Zo denken kinderen ook over eten. Hè? Dat is opa en oma eten. Ze denken niet over groenten en fruit en vlees. Ze denken ook niet over gezond en ongezond. Ze denken over eten in context. Waar eet je dat met wie? Dingen horen zo in een context. Die horen nou eenmaal zo. Ja, dat doe je nou eenmaal zo. Ja. En die is dus heel sterk bepalend. En die wordt voornamelijk dan ook gestuurd door de voedselomgeving. Dus dat wil zeggen, dat als je in het extreme geval is dat heb je de food deserts in grote Amerikaanse steden, waar gewoon geen aanbod is van wat dan ook. Ik heb zelf ook in San Antonio gedwaald om iets van vers fruit te kunnen kopen. En ik heb uren gelopen. Overal voedsel, maar nergens vers fruit. Het dichtste wat bij fruit kwam was een bananenmilkshake. We hebben wel keuzevrijheid en namelijk enorm veel voedselaanbod, maar die keuze is er dan niet. En waarom is dat zo erg? Nou, dan kun je mensen dus ook niet verantwoordelijk maken voor hun eigen keuze. Nee, maar als er geen vers is, waarom is dat nou zo erg? Nou, het is niet zozeer dat er geen vers is, maar er is alleen maar levensmiddelentechnologen. Er is alleen maar dikmakend voedsel. Dus levensmiddelentechnologen zullen zeggen, wij zijn enorme weldoeners. Ja, want we hebben ervoor gezorgd dat voedsel bewaarbaar is. Ja, en op lekker. Op alle plekken lekker beschikbaar is. Ja. Dus die zijn daar ontzettend trots op. Ja. Ik ken een professor in Wageningen, heet Tini van Boekel. Ja. Dat is echt heel goed wat we gedaan hebben. Ja. Ik weet dat jij hem ook kent. Mm-hmm. Maar wat is nou de pest van dat systeem geweest dan? Nou, dat is natuurlijk. In essentie maken. Is voedselbeleid is een economische activiteit. Dus je hebt winstmaximalisatie van de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie. Dat is het uitgangspunt. Kapitalisme, in het kort. Geld verdienen. Geld verdienen. Hoe breng je dat aan de man, zal ik maar zeggen, die gewend was om gewoon aardappels, vlees en groenten te eten en 3 keer per dag en nou, niet te veel poespas? Dat is door het heel goedkoop te maken, door het overal aan te bieden, door het heel erg lekker te maken. En door het heel goedkoop te maken. En grote porties. Dus dat zijn de verleidingen we hebben een lui lekker land gecreëerd, zo zeg ik het altijd maar. Waar we 10.000 jaar aan gewerkt hebben om dat voor elkaar te krijgen, dat er altijd lekker eten om ons heen is. De schilderijen uit de 16e eeuw die laten ook dat droombeeld zien van een maatschappij
waarin dat lui Lekkerland gereden is. Dit is Breugel. Breugel met al Breugel, bieren, ja, die buiken. Duiken en pannenkoeken op dak en gebraden kippetjes door die door de lucht vliegen enzovoort. Dat was het ideaal. En wij hebben het. En we hebben dat. En nu zeggen we eigenlijk, ja, je moet dus nu heel goed nadenken. Je moet er dus niet van genieten. Je moet dat met mate doen en gevarieerd. En, je moet, en dat is dus heel erg lastig, omdat wij biologisch geprogrammeerd zijn om dat juist wel allemaal te gaan eten. Dat zit in ons. Als er lekker en veel eten is, dan eet je dat op. Want je weet maar nooit wanneer de volgende hongersnood eraan komt. Oké, okay, duidelijk. Ja, goed. We hebben dus een systeem gecreëerd waarin mensen veel mogen verdienen. Ze zijn aan anderen. Ja. Daar zijn ze veel van gaan maken voor weinig. Dat betekent enorme en overal volumes. Beschikbaar. Enorme volumes. Ja. Ja. Met lage marges. Ja. Dus ik moet je er niet 10 verkopen, maar 20. Ja. En omdat ik wil groeien, 22. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Ja. En nou moeten we terug. Hoe kan dat? Ja, en je moet ook van kwantiteit en prijs, hè, value for money, hè, dus waar voor je geld, zeg maar, naar krijg ik goede kwaliteit voor mijn geld. En dat zijn natuurlijk juist hoogopgeleide mensen die erg letten op de versheid van producten en waar het vandaan komt en of het wel biologisch is geteeld en of het wel diervriendelijk en niet en slaafvrij is gemaakt enzovoort. Maar die zit in die groep van 40%. Dat is dat hele klein. Ja, en dat is eigenlijk nog maar een veel kleiner groepje, denk ik, 5% of zo. 5%? Ja, ik schat het maar hoor. Maar 5% die kan echt, die het echt daarmee bezig zijn. Dus 5% kan in deze voedselomgeving. Ja, en de rest eet gewoon overleven. Tony Chocoloni en denken, we zijn toch lekker bezig nu. He, want toch ver, ja, maar wel chocola. Ja. Ja. Dus dat gaat dan niet zo heel ver. En dat, maar de meeste mensen denken er helemaal niet over na. Die denken gewoon, wat is er in de aanbieding? Hey, dan moeten we die omgeving, die moeten we dus veranderen. Ja. Voedselbeleid betekent die omgeving veranderen. Nieuwe routines maken. Ja, maar alleen maar de voedselomgeving veranderen is net zoiets als fietspaden aanleggen in Sydney. Wat ze geprobeerd hebben. Dan dachten ze, gaan we een soort Amsterdam creëren, want we maken fietsstroken. Maar mensen fietsen niet. En ze kunnen niet fietsen, ze hebben geen fiets. En auto's dachten dat het parkeerstroken waren. Dus die staan, nou ja, het stopt al heel snel vol. Wat moet er dan gebeuren? Dus je moet ook voedselvaardigheden, ik noem het altijd maar voedselgeletterdheid. Namelijk dat je snapt wat je moet kiezen en waarom. Ja. En dat is eigenlijk de reden waarom ik ook ben voor meer voedselonderwijs. Maar dat begint eigenlijk al met schooltuinen. Hè? Dus kinderen eten geen groenten, want ze lusten het niet, ze kennen het niet. Ze hebben er niks mee. Er is zoveel lekkerder aanbod, wat veel goedkoper en lekkerder en meer marketing heeft. Maar als ze eenmaal in die tuinen zijn geweest, en dat is dan een heel jaar in Amsterdam, hè, dus gaan die kinderen die besproeien dat. Die dus er zijn tuinen voor kinderen en herprogrammeer je ze dus eigenlijk. Ja, die denken, die leren wat over de bodem, dat uit zo'n boom een hele plant kan groeien en dat komt onder zonlicht en water en dat daar van alles in zit en dat je dat ook kunt oogsten en dat je daar dat één aardappel in de grond stopt en dan komen er 20 als je er later op gaat, dus de plant is alweer weg. Graaf je het op en dan zijn er 20 aan die aardappelen. En die aardappelen kun je koken en je kunt dat met elkaar gaan eten enzovoort. En dan is er echt, ja, ik vind iedereen groente ontzettend lekker. De kinderen die van tevoren zeiden, wel, ik mag geen groente en ik lust geen groente en ik word daar helemaal ziek van, die eten het meest, bij wijze van spreken. Dus dat werkt ook echt. Dat werkt echt zo. Dus die verbinding van de mens met zijn voedsel en de herkomst van het voedsel, daar begint het eigenlijk ook al bij. Als je geen kennis en vaardigheden hebt over voedsel, waarom zou je dan de mogelijkheden gaan benutten als die er dan zijn. Want dat zegt ook elke wethouder. Die zegt dan, ja, kijk nou, waar is Amsterdam Zuidoost? Staat het vol met winkeltjes met groenten en fruit. Dus er is heel veel gezond aanbod. En dat is ook zo. We hebben geen food desert zoals Philadelphia of zo in Amerika. En dat betekent in feite dat, die is er wel, maar er is zoveel verleiding voor gemak en prijs en smaak en nou ja, al dat soort andere dingen, dat je en de marketing niet te vergeten, dat je dus dat is geen evenwicht. Er is dus het probleem van de Nederlandse super, de Pieter Menzel, die dus zegt, is Albert Heijn eating. Ja. Dus er ligt een heleboel vers, ja. Maar er ligt zoveel wat lekkerder is. Het is 70%, past niet in de schijf van 5 wat mensen kopen in de supermarkt. Ja, dus dan om in de metafoor van dat fietspad te blijven. Je moet mensen eerst leren fietsen voordat je een fietspad hebt. Want anders laten ze die groenten alsnog liggen. Ja, precies. Dus is voedselbeleid dan een soort herprogrammeringsbeleid? Een herroutineringsbeleid? Nou, een heropvoedingsbeleid? Ja, een beetje wel. Omdat we al die, kijk, dat het zo makkelijk de verkeerde kant op gaat, komt omdat we al die kennis en vaardigheden en mogelijkheden hebben weggehaald. Er zijn, als ik zelf bij hoogopgeleide jonge studenten vraag van wie kan er nou echt koken? Nou, er zijn er bijna geen. De magnetron is eigenlijk vooral. Er zijn
hoeveelheid tijd die we aan eten besteden, maar ook de kennis die er is bij mensen, dat is van 2 uur teruggelopen naar 12 minuten of zoiets. Dat is bijna niks meer. Dat komt, we vinden eten eigenlijk ook niet zo belangrijk. Als ik Fransen op bezoek krijg en we hebben het dan over school en over eten op school. En zij zien dan dat hier in 5 minuten een broodrommeltje naar binnen moet worden gepropt, omdat die juf anders geen tijd heeft. En dat eigenlijk tegelijkertijd moet dat ze televisie aanstaat. En dat is dan de lunch. Dan zeggen ze, quelle horreur, hè, weet je wel. Want in Frankrijk eten kinderen 3 keer op een dag op school. Een 3-gangen menu. Ja, 2 keer per dag. Ja. Drie gangen. He, ze beginnen met de salade of rauwkost. Dan hebben ze een groentemenu met wat vlees of wat dan ook. Wat de cultuur ook maar voorschrijft. En vers fruit na. He, op minstens 4 of 5 dagen van de week krijgen ze dat dus al binnen. En dat de Fransen vinden dat je daar aandacht aan besteedt en dat kinderen dat moeten leren en ook eten en dat belangrijk is voor hun groei en ontwikkeling. En wij helemaal niet. Dat geeft al een beetje aan hoe wij over voedsel denken. Hoe is het met obesitas gesteld in Frankrijk door deze benadering in relatie tot Nederland? Nou ja, in Frankrijk heb je natuurlijk ook hetzelfde probleem. Die grote ongelijkheid. He, dus het is ook typisch in Frankrijk een probleem van de lage sociaal-economische klasse. Als je naar de hoogopgeleide wijken in Parijs kijkt, dan zie je ook al de dunne mooie meisjes, zo wordt dat altijd gezegd. Hè. Denk maar mevrouw Bruni bij Sarkozy en zo. Hè. Die trekken naar de stad, die gaan de mode in en die gaan de wereld in, de professional enzovoort. En de dikke boerendochters, zal ik maar zeggen, die blijven in het platteland. En die verschuiving die zie je dus ook. Hè. Dus veel armoede op het platteland, ook al is daar veel landbouw. Maar het is toch wel vrij eenzijdig. En de grote verschillen tussen stad, platteland, maar ook tussen betere wijken en slechte wijken. Maar mensen, dus het is gecorreleerd met armoede. En dan ook in Frankrijk, nou, ondanks die scholen. Ja, en armoede is betrekkelijk begrip. Hè. Toen ik het had over de hygiënisten, toen had je het over armoede in de sloppenwijken in de 17e eeuw. Dat is ongeveer wat je nu ziet in New Delhi. Hè, of in Johannesburg. Dat mensen woonden met z'n 20e in een kamertje waar het vochtig was en waar geen, nou ja, enzovoort. Grote ellende. Dat is er niet meer. Die armoede is weg. Hè? Dat zegt Rutte ook altijd. Er is helemaal geen armoede in Nederland. Maar Jerry Morris, een van mijn andere helden op het volksgezondheidsgebied, die heeft ooit gezegd, het gaat ook om de ongelijkheid. Het gaat om de kansen, de kennis, de toegang tot onderwijs, tot zorg, tot allerlei andere zaken. Die is nog wel heel erg ongelijk verdeeld. He, dus ook nu zien we nog dat tussen Amsterdam-Zuidoost en Amsterdam-Nieuw-West, Amsterdam-Zuid en Amsterdam-Nieuw-West, he, dus de betere wijk vergeleken met de slechtere wijk, ook al zijn we een heel egalitair land, dan leven die mensen daar 6 jaar korter en 15 jaar langer in ongezondheid. Dat is een gigantisch verschil. Er zit 1 weg tussen, de A10. He, en verder, ja, wat is dan, zijn die mensen daar luier, dommer, minder autonoom, minder, hebben ze meer honger of wat dan ook? Dat is allemaal niet het geval. Het zijn mensen die in een andere omstandigheid wonen. Gewoon een andere fysieke omstandigheid. Jaap, we maken jou minister van Volksgezondheid in het volgende kabinet. Het komt er toch aan. En je krijgt dan de ruimte ook om wat buiten de usances van onze kabinetten om dingen te doen. Want onze Partij van de Arbeid, staatslieden voeren gewoon de neoliberale agenda uit. Ja. Dat mogen we gewoon zo zeggen. Ze kijken ook mee. Ja. Dan horen ze dat ook en ze weten het ook. Maar jij gaat dat wel doen. Ja. En je krijgt de garantie dat je 2 periodes mag blijven zitten. Gewoon als een technocratische minister met een sociaal hart. Ja. Met al het activisme en de passie die je in je hebt. En je krijgt dus mee, je mag 2 termijnen blijven zitten, om dus over 8 jaar echt een deuk in een pak boter te hebben geslagen. En ja, het aanbod, de voedselomgeving te hebben veranderd. Ja. Wat ga je dan doen? Nou, ik zou het niet meteen stoppen in nog meer voorlichting en in allerlei bedrijven weer vragen om van alles te gaan doen en zo. Maar veel meer, denk ik, naar die stroomopwaartse factoren te gaan kijken. Die stroomopwaartse factoren? Dat zijn sociale, economische, culturele, fysieke omgevingsfactoren die collectief maken dat er veel ziekte is. Een te verleidelijk aanbod, overal, te makkelijk. En kijk eens waar al die verleidingen zitten. Kan je dat niet omdraaien? Is het niet gewoon de default dat op elke school er eigenlijk alleen maar gezond eten wordt beschikbaar is?
Je mag alles nog thuis doen. Hè? Die discussie heb ik ook een keer gevoerd. Ja, want waar je nu naartoe voorbeeld. Gaat, om je even te interrumperen, dat is, ja. Want je kunt niet in één dag van de kelder naar de zolder springen. Nee. Het zijn kleine dingen. Dus ja. Het is inderdaad, hoe zet je nou zo'n programma geleidelijk op? Hè? Want ja. Iedereen wil best veranderen. Er zijn geen slechte mensen, denk ik, in de wereld. Nee. Kunnen we denken, maar ik heb toch nog een beetje hoop. Ja. Maar hoe kun je nou geleidelijk veranderen om toch aan het einde echt een eind verder te wezen? Niet daar te blijven, maar daar te komen. Nou ja, in feite is het makkelijkste om dat uit te leggen is een figuurtje wat ik altijd gebruik. Hè, dat is gezond gedrag als je dat al kunt beïnvloeden door zelf. En als je ook je gezondheid nog zelf kunt beïnvloeden, wat veel minder het geval is dan wij vaak denken overigens. Maar laten we even vanuitgaan dat kan. Dat is dan het voortrollen van een bal. En die bal die rol je tegen een hele stelle helling of een hele zwakke helling. Sisyphus, ja. Maar Sisyphus tegen een steile helling, dat is nog veel hopelozer dan tegen een... En dat zien we, die omgevingsfactoren die maken uiteindelijk de helling. Dus dat idee ook dat mensen zelf dat moeten doen. Ja, natuurlijk moet je zelf eten en bewegen, want dat kan niemand anders voor je doen. Maar of je dat kan, dat hangt af van de steilheid van die helling. En dat is een collectieve verantwoordelijkheid. Ja. En daar hoort iedereen bij. En daar moet je dus wat aan doen. Je kijkt dus vooral, hoe kan ik de helling verlagen? Ik denk dat dat de doelstelling van het beleid zou moeten zijn. En dat betekent, om het heel simplistisch te zeggen, maak de gezonde keuze de standaardkeuze. En mensen kunnen altijd nog wel kiezen voor een ongezondere keuze, maar dan moeten ze daar meer moeite voor doen. Het is niet overal beschikbaar, het is duurder, het is ingewikkelder. Ja, want maak dat eens heel concreet. Hè? Wat zijn nou je eerste stapjes en wat zijn je laatste stapjes? En misschien zijn, ik noem het stapjes, het zijn misschien wel... Ik zou dus erg inzetten op het integreren. Hè? Volksgezondheidsbeleid en voedingsbeleid, dat hangt bij mij wel een beetje samen. Maar dat is namelijk investeren in onderwijs, investeren in armoedebestrijding, in ongelijkheidsbestrijding, dat is iets anders nog weer dan armoedebestrijding, de fysieke omgeving, maak een wijk niet zodanig onveilig met veel verkeer en weinig plekken waar kinderen kunnen spelen en waar alleen maar ongezond voedselaanbod is. En zeg dan, mensen moeten zich beter gaan gedragen. Dat kan niet. Je moet die omgeving dus gaan aanpassen. En wat ik zie in ieder geval in discussies met bestuurders van gemeenten, is dat zij eigenlijk daarmee ook zien dat er een heel veel andere problemen. Want die grote hoeveelheid onveiligheid en verkeershinder en milieuverontreiniging en niet kunnen spelen en niet bewegen enzovoort, dat geeft ook weer allerlei andere grote problemen. Het niet investeren in onderwijs en ook in kennis en vaardigheden waar je in het leven wat mee kunt, dat is ook echt iets wat ongelijkheid en participatie van burgers in toenemende mate beïnvloedt. Dus daar zijn lokale bestuurders wel gevoelig voor. Als daarmee de stad ook schoner wordt, minder en meer sociale cohesie en minder armoede en minder ongelijkheid en minder verzuim en gedoe rondom ziektes en participatie, dan helpt dat iedereen. Nu zit je opeens eigenlijk helemaal inderdaad, het gaat over een, dit is een gemeenschapsideaal dat je nu formuleert. Ja. En heel snel, hè, verrassend snel, nou spreken wij wel eens vaker ook buiten dit kader, maar heel snel ga je van voedselbeleid inderdaad naar, dit is een... Ja. We hebben een ander gemeenschapsbeleid nodig. Ja. Daarom bedoel ik ook voedselbeleid, maar wat mij betreft maar een onderdeel van... Hè, dat gaat natuurlijk ook over de ketens en over de wereldhandel en over de productiemethode en distributie enzovoorts. Dat snap ik allemaal wel. Dat zit altijd in dat voedselbeleid. Dat moet natuurlijk ook allemaal... Maar dat voedselbeleid moet een integraal onderdeel zijn van het gemeenschapsbeleid. En daar zit dus ook het gezondheidsbeleid in. Want dat gaat ook over mentale gezondheid van burgers. Dus depressies en angststoornissen, diabetes enzovoort. Dat zie je ook bij proefdieren. Zeg maar apenkolonies die je gaat blootstellen aan stressvolle omstandigheden en een hoop sociale druk en zo. Dan zie je dat dezelfde verschijnselen zie je eigenlijk optreden die wij hier ook zien in achterstandswijken. Dus wat we zien is eigenlijk, we hebben door dat individualisme, dat rationalisme wat met de verlichting is meegekomen, hebben we een heleboel sociale stress en keuzestress gecreëerd. Absoluut, ja. Zijn we aan alle kanten uitgedijd. Ja. En eigenlijk zeg je, er is een natuurlijk argument voor
veel socialere vormen voor een veel socialer gemeenschapsbeeld. Ja. Ja. En dat botst, daar wil ik even nu naartoe in de laatste 5 minuten van dit gesprek. Want zo komen we tot een kern. Dat botst. Dus ons individualistische wereldbeeld, dat zei je, wat ons liberale wereldbeeld is, wat dominant is, botst dus geweldig met een andere politieke visie. Ja. Maar daar zeg je eigenlijk van, dat zou de natuurlijke visie moeten zijn. En dat is een hele lastige. Dat is een hele lastige. Dus twee politieke tegenstanders blijken aan de ene kant eigenlijk een politieke keuze te zijn. En aan de andere kant, zeg je, is dat veel meer een natuurlijke keuze. Wij zijn niet zo ver van de apen verwijderd als we wel zouden willen. Nee, dus hebben we een ander gemeenschapsmodel nodig. Ja, nou kijk, er wordt altijd wel eens ook gekeken naar waar zijn de mensen het gelukkigst. Hè? Forbes maakt altijd van die lijstjes waar dan mensen hun geluksgevoel moeten aangeven. En dan zie je dat by far het ongelukkigst zijn mensen natuurlijk in landen zoals Ghana en Haiti en weet je wat, waar alleen maar ellende is. En die echt niks hebben. Maar Amerika zit daar vlakbij. En dan zie je geleidelijk aan. Nederland niet. Wij zitten tamelijk hoog. Wij zitten tamelijk hoog. En nog hoger zitten dan Zweden en Noorwegen enzovoorts. Ja. Waar ze heel erg nog bezig zijn met dat collectieve beleid. Gratis onderwijs, gratis gezondheidszorg, toegankelijkheid voor dit of dat. En bestrijden van ongelijkheid. Dat maakt iedereen gelukkiger. He, want als je in Washington woont, waar ik ook vrienden heb wonen, waar de sociale verschillen zo groot zijn dat je om je huis een hek moet zetten en beveiliging en je alles moet verzekeren en je leven niet zeker bent, bij wijze van spreken. En een gepantserde auto moet omdraaien. Ja, die ongelijkheid maakt iedereen ongelukkig. Zowel de ongelijkheid, de bodem als de top. En die egaliteit, ik denk dat we dat redelijk sociale experiment wel aangegaan zijn. Dus die welvaartsstaat die ze ooit in Scandinavië min of meer bedacht hebben, die wij ook voor een deel nog hier hebben. Dus gelijke kansen voor iedereen enzovoort, dat vinden wij toch nog wel een belangrijk goed. Dat is dus een goede bodem, maar het is wel elkaar gegroeid. Dus je ziet dat die sociale ongelijkheid aan het toenemen is. Je ziet ook dat solidariteitsbeginsel in de zorg neemt af. Je ziet dat er mensen nu al zorgmijdend zijn omdat die premies omhoog gaan. Nou ja, we zijn dus heel erg bezig om een Amerikaans-achtige, sociale ongelijke, liberale Dus even terug naar jouw ministerschap. Ja. Je begon eigenlijk, dus je moet die omgeving veranderen, de helling verlagen. Ja. En ik heb nog niet helemaal een duidelijk antwoord van je gekregen. Okay, waar begin je nou? Wat is nou dat eerste stapje om die beweging te maken? Nou ja, kijk, al heel simpel denk ik allemaal. Het begint allemaal in het begin van het leven ook. Dus natuurlijk zijn er stroomopwaartse factoren, maar als je naar een individu kijkt, dan begint het allemaal al onder. Nou, wat voor omgeving ben je nu geboren? En heb je de mogelijkheden en de kansen? Want wij zien al dat die gezondheidsverschillen tussen die wijken in Amsterdam, die zijn er ook al als kinderen 5 maanden oud zijn. Dan zijn de Turkse jongens al vaker zwaar dan de Nederlandse jongens die daar vlakbij wonen. Mm-hmm. Dus dat zijn al die zijn er dan al. Dus dan is er nog helemaal geen rationele keuze en geen bewustzijn of dit of dat. Die context is zeer dominant. Daar wordt heel veel vastgelegd. Als je Swaap letterlijk neemt, dan is het genetica plus een beetje omgeving in de eerste 2 levensjaren. Dus een beetje dan wordt alles een beetje vastgelegd. Daar leer je een heleboel. Daar worden al die neurale verbindingen gemaakt. Swaap is de neuroloog. Wij zijn ons brein. En dat is een automatisme. Nou ja, en hij zegt eigenlijk, wij zijn ons brein in context van de omgeving. Ja. En dat bepaalt onze keuzes. Maar we zijn niet rationeel, dat zegt hij. Ja, precies. En dat begint, er is nog wat te sturen en dat is vooral heel erg in het begin. Dus jij begint ook bij het begin. Ja. Jij begint bij ouders die kinderen krijgen. Zwangeren, mensen met een kinderwens, mensen die pasgeboren kinderen hebben. Dat laten we nu een beetje op zijn beloop. We hebben een jeugdgezondheidszorg, dat is een groot goed wat we in de ouder- en kindcentra en zo. Maar toch op het gebied van leefstijl zijn we. Heel veel mensen zeggen, waar gaan we niet over hebben, want dat is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. En van scholen maak jij dus een nieuw. Dat wordt dan dat socialist medicine. Maar dat wordt dus eigenlijk een hele andere. Daar ga je. Dus scholen moeten eigenlijk kinderen leren in een nieuw gemeenschapsmodel te komen. Ja. Dat is wat je zegt. Ja. En ik denk dat wanneer je meer gevoel hebt voor waar je eten vandaan komt en dat het niet vanzelfsprekend is dat het er allemaal kant en klaar ligt, maar dat dat ook een bepaalde waarde heeft en dat je dat ook met elkaar kunt koken en met elkaar kunt eten en dat je daar verschillende soorten van gerechten, culturen en zo. Klinkt een beetje zweverig, dat weet ik wel. Maar uiteindelijk ligt daar toch de basis voor begrip en voor
kennis en vaardigheden die je nodig hebt om in zo'n lui lekker land gezond te blijven. Jaap, ik denk dat dit heel helder is. De vraag was, wat is voedselbeleid? Ja. En dat is dus... Een stukje van het gemeenschapsbeleid. Ja. Ik dank je zeer voor dit gesprek. Graag gedaan.